Dankzij Kika is er heel veel onderzoek gedaan naar kanker. En er zijn ook heel veel kinderen al geholpen. En we hopen dat het nog veel meer kinderen kunnen zijn. Want er is een droom, 100% kans op genezing. En ja, niets is toch onmogelijk. Kinderen hopen dat ze beter worden. En ik hoop dat wij genoeg kunnen doen om ze daarbij te helpen. Want kinderen met kanker, dat hoort gewoon niet. Ik ben Tessa, 12 jaar. Toen ik 6 was, kreeg ik voor de eerste keer leukemie. Toen was ik 1 jaar schoon en toen ik 9 was, kreeg ik weer terug. Ik heb in het begin 3 maanden in het ziekenhuis gelegen en ook mijn 9e verjaardag gevierd. En toen mocht Loekie komen, mijn hond, mijn allerbeste vriendin. Ik ben Timo, ik ben 13 jaar. Vorig jaar in augustus stond ik bij mijn oma onder de douche. En daar voelde ik iets vreemds in mijn rechterschouder, een bult. Na heel veel onderzoeken bleek het uiteindelijk een slechte kwaadaardige tumor te zijn. Ruim 2 weken geleden had ik mijn grote operatie. De hele tumor was eruit gehaald. En gisteren had ik heel goed nieuws gekregen. Want de tumor was helemaal goed verwijderd. Ik had een heel goed idee om voor Kika stroopwafels te verkopen. En daar heb ik uiteindelijk meer dan 1000 euro mee opgehaald. Ik heb bijna voor 4000 euro kaarten verkocht voor Kika. Als ik weer beter ben, blijf ik kaarten maken voor Kika, omdat Kika geld nodig heeft voor onderzoek.